van Leeuwarden. Dan Lavanesië en shit. 1905, eerste betonbouw van Leeuwarden. Nou, wat is dat? De eerste flat eigenlijk van Leeuwarden. En zien we daar de Bonnevatiestoren. In januari 1976 is je opgewaaid. In 1979 hebben ze weer opgebouwd. Dit is een creatie van de bekende architect Pierre Cuypers uit 1884. Hij is 85 meter en 25 centimeter hoog is die. Pierre Cuypers was een bekende architect. Hij heeft veel katholieke kerken gebouwd. Hij heeft zelfs het Centraal Station in Amsterdam en het Rijksmuseum in Amsterdam gebouwd. Slot Haar Zuilen heeft hij gerenoveerd. Bekend man, Pierre Cuypers. Dit is het verkeer bij Van Duitsland. Ik heb gezien, ja, zeg. Ja, Duitsland. Ja, dat is een allemaal weg. Zien we dat op de pad van daarnaast Bristol, zie je allemaal wapens. Dat zijn allemaal wapens van familie. Die waren gelieerd aan de familie Kamminga. Kamminga's, dat was een hele rijke familie. Die had hier een ontzettend grote band ooit. Dit zijn trouwens niet de originele wapens. Dit zijn replica. Het origineel dat bevindt zich in het Fries Museum. De Kamminga's waren zo rijk, die hadden zelfs het Ameland hadden ze in hun bezit. Dat hebben ze in 170.000 gulden overgedragen aan de prins van Oranje. En daarom gaan